Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein en in deze video geef ik je 5 tips waarmee jij jouw latrelatie succesvol kan houden. Of je nu al jarenlang in een latrelatie zit en bang bent dat het slechter gaat of dat je merkt dat het steeds ietsjes minder gaat of dat je op het punt staat om die latrelatie aan te gaan, in deze video vertel ik je exact hoe je jouw latrelatie passievol kan houden. In een latrelatie, wat trouwens staat voor Living Apart Together, ben je verliefd op iemand, maar kan of wil je niet samenwonen? En dat kan zijn omdat je nog kinderen hebt uit een voorgaande relatie. Misschien woon je wel in het huis van je ex, of wat voor reden dan ook. En de vraag die ik dan vaak krijg is deze. Is het mogelijk om een liefdevolle latrelatie te hebben? Ik kan je geruststellen, dat is zeker mogelijk. Er zijn wel valkuilen waar je voor wilt oppassen. En daarom heb ik 5 tips voor jou als je op het punt staat om een latrelatie te beginnen of als je er al middenin zit. En in die 5 tips vertel ik je precies waar je rekening mee wilt houden en wat de dingen zijn die jij wilt doen om je latrelatie te laten slagen en liefdevol te houden. Die eerste tip is, houd de hechte band intact. Op het moment dat je niet fysiek intiem kan zijn en niet kan knuffelen en niet kan vrijen, dan kan je al snel het gevoel krijgen dat je iets mist in de relatie. De fysieke intimiteit en die fysieke connectie is voor heel veel mensen noodzakelijk om samen te kunnen zijn. En dat is trouwens niet alleen voor mensen zo. Dat geldt ook voor sommige dieren. Ah, koetje koetje koe. Want wat is het grote verschil tussen een goede vriend en je partner? Juist, het hebben van seks. Of in ieder geval een vorm van fysieke intimiteit. En voor sommige mensen is dit zelfs waar de relatie grotendeels op gebaseerd is. Hè? Hoe kan dat, Matthijs? Nou, ga dit maar eens bij jezelf na. Misschien ken je wel iemand die je al interessant vindt puur door hoe diegene zoent of hoe diegene presteert tussen de lakens. Waardoor je al een seksuele connectie met die persoon voelt. De seks is een bevestiging van hoe goed jullie bij elkaar passen. Het is een prachtig moment waarbij jullie helemaal in elkaar opgaan, wat leidt tot een ultiem gevoel van verbinding. Alleen, jij hebt deze fysieke connectie niet altijd tot je beschikking in een latrelatie. Het hoeft niet te betekenen dat het einde oefening is. Er zijn nog steeds manieren waarop je een connectie tot stand kan laten komen en waarop je die connectie kan blijven voelen. Want je mist de fysieke intimiteit, maar emotionele intimiteit is een goede vervanger. Emotionele intimiteit laat je ontstaan door intiem te zijn in jullie gesprekken. En dat doe je door te vertellen over wat je voelt, wat je denkt en wat je meemaakt. Maar dat kan nogal een lang verhaal worden op WhatsApp. Wat ik vandaag toch allemaal meemaakte, moet je horen. Ik liep zoals altijd 's ochtends de deur uit, want ja, door het raam gaan vind ik niet prettig. En toen, daarom raad ik je aan om een voiceclip te sturen. En dan bedoel ik niet zo'n voiceclip die je inspreekt als hij niet opneemt. Wat ik bedoel is een berichtje dat je verstuurt en inspreekt via WhatsApp. Op deze manier hoort hij namelijk jouw stem, waardoor het direct al veel persoonlijker is. Hij heeft het gevoel dat hij betrokken is in jouw leven. Want hij hoort wat je meemaakt, hij hoort waar je over denkt. En hij heeft het gevoel dat hij deel uitmaakt van jouw dag. Het gevoel dat we het pad van het leven samen met iemand anders bewandelen, is een grote reden dat veel mensen een relatie aangaan. En daarom wil je hem niet alleen een blik geven in jouw leven. Je wilt ook dat hij het gevoel heeft dat jij naast hem loopt op zijn pad in het leven. En dat brengt me bij de tweede tip. Wees een steunpilaar in zijn leven. Hij zou met je willen praten op het moment dat hij het gevoel heeft dat jij echt geeft om wat hij zegt. Dat jij betrokken bent bij datgene wat er in zijn leven gebeurt. Want het is een fantastisch gevoel om thuis te komen naar werk en met iemand te kunnen praten die ons echt begrijpt. En als je hem begrijpt, hem beter leert kennen en weet waar hij zich mee bezighoudt in zijn leven, dan zal hij een sterke connectie voelen. Hij zal er zelfs naar uitkijken om met jou te praten, omdat hij niet alleen aantrekkingskracht voelt, maar ook een sterke band tussen jullie. Laat zien dat je hem op een manier begrijpt zoals andere mensen dat niet doen. Als een echte vriend. Maar daar zit ook een keerzijde aan. Je wilt namelijk ook zijn minnaar blijven. En dat brengt me bij de volgende tip. Wil je trouwens weten hoe je een man gek op je kan krijgen en houden? Klik dan hier voor het gratis rapport waarin ik je vertel over de 3 schakels in zijn mannenbrein. Tip 3. De nummer 1 methode om elkaars geliefde te blijven.
Het is gevaarlijk om alleen maar vriendschappelijke gesprekjes te voeren. Je kan dan namelijk het verlangen verliezen, omdat je die fysieke aanrakingen mist die verlangen genereren. Daarom is het belangrijk dat je momenten behoudt waarbij je hem duidelijk maakt dat je naar hem verlangt. Dat je hem wilt, dat je opgewonden raakt van hem. Dat doe je door zo af en toe ondeugend te zijn met hem in jullie latrelatie. Zorg ervoor dat jullie een vorm van seksualiteit hebben. Tegenwoordig kan je dat op verschillende manieren doen. Denk aan sexting, Skype of het versturen van foto's. Want die kleine momenten dat jullie seksualiteit met elkaar hebben, die zijn heel belangrijk. Want desondanks dat hij niet alles met je kan doen en niet met je naar bed kan, wil je ervoor zorgen dat hij zich nog steeds een aantrekkelijke man voelt. Want het gevoel dat er een vrouw is die seksueel geïnteresseerd is in hem, is belangrijk voor de eigenwaarde voor een man. Hij moet het gevoel hebben dat jij hem ziet als een opwindende man. Dus ja, wees eens in de zoveel tijd elkaars erotische minnaar. Zorg ervoor dat hij zich sexy en aantrekkelijk voelt, zelfs als jullie niet bij elkaar zijn. En als jullie dan wel bij elkaar zijn, dan wil je ervoor zorgen dat hij een geweldige ervaring krijgt. Elke keer weer. Diezelfde afstand die ervoor zorgt dat jullie elkaar lastig kunnen zien, kan je ook in jouw voordeel gebruiken. Door op de momenten dat je elkaar niet ziet, spanning op te bouwen naar dat moment toe waar jullie weer samen gaan zijn. Bijvoorbeeld, stel je hebt hem een lange poos niet gezien, maar je gaat weer een weekendje naar hem toe. Dan kan je hem dit berichtje sturen op de woensdag voordat je hem gaat zien. Je mag alles met mij doen dit weekend, wat je maar wilt. Hij zal de rest van de week nergens anders meer aan denken. Zo, dan komen we nu bij tip 4. Dit is hoe je op WhatsApp communiceert. Als je niet samen woont, dan mis je die kleine interacties als je bijvoorbeeld thuiskomt naar werk. Waarbij je allerlei grappige anekdotes vertelt over wat je die dag hebt meegemaakt. Nu kan je hem natuurlijk gewoon elke dag alles gaan vertellen op WhatsApp. Helemaal omdat je mijn eerste tip hebt gehoord, waarin ik je vertel dat het belangrijk is dat jullie allebei het gevoel hebben dat jullie deel uitmaken van elkaars leven. Alleen het gevaar is dat je hierin doorslaat en dat je hem te veel berichten gaat sturen. Want onthoud, mannen die appen anders dan vrouwen. Geef hem nooit het gevoel dat hij 24/7 moet antwoorden. Overspoel hem niet met berichtjes en appjes alsof je een of andere WhatsApp-tsunami bent. Het is oké als jullie een dag geen contact hebben. Dit heeft echt niks te maken met de gevoelens die hij voor je heeft. Zoals je bij tip 1 al hebt gezien, kan je hem een voiceclip sturen via WhatsApp waarin je vertelt over jouw dag. Maar dit hoef je niet elke dag te doen. Eens in de zoveel tijd is voldoende. En toch vragen veel vrouwen dan aan mij van, oké, maar wat doe ik dan al die andere dagen? Hoe ziet dat WhatsApp-contact er dan uit? Moet ik hem dan saaie vragen stellen zoals, hoe was je dag? Doe dat absoluut niet. Er is namelijk een veel betere manier. Er zijn namelijk berichten die een glimlach op zijn gezicht toveren. En dat zijn de berichten die jij wel elke dag kan sturen. Dat doen we door het snack van de dag principe. Kijk, vaak zit de kracht van een berichtje niet in de lengte, maar in de kwaliteit. Dus als jij iets leuks meemaakt op een dag, dan kan je hem dat laten weten door middel van een foto. Bijvoorbeeld, stel je vriendin die heeft een nieuw katje. Dan kan je hem het volgende berichtje sturen. Oh, ik heb iemand gevonden die jou van de troon stoot als knuffelkampioen. En vervolgens een foto van die lieve pluizenbol terwijl je hem knuffelt. Op deze manier plaag je hem eventjes en voelt hij een emotie bij jouw berichtje. En dat is echt een triljoen keer beter dan, hoe was je dag? Wat altijd tot saaie gesprekken leidt. Want hij heeft de hele dag gewerkt in datzelfde kantoor waar hij zich al 10 jaar lang de ballen uit zijn broek verveelt. De snack van de dag is dus een korte piek aan positieve emoties die jij hem eventjes toedient. Het kan ook een leuk filmpje zijn dat je hem stuurt, een grappig plaatje of een interessant artikel. En op deze manier voeg je iets toe aan zijn leven, ook al ben je niet bij hem in de nabije buurt. Tip 5. Blijf uit de Bermuda-driehoek van latrelaties. Ik zie veel relaties die anders zijn dan de standaard normale relaties kapot lopen op het grijze gebied dat ik de Bermuda-driehoek van latrelaties noem. Wat dat is? Een vaag gebied waar de meeste latrelaties op mysterieuze wijze zijn verdwenen. En de monsters die deze latrelaties tot zinken brengen,
Ik hoop dat je er klaar voor bent, want dat zijn namelijk assumpties. Brrr. Daarom is het belangrijk dat jullie in een latrelatie duidelijke afspraken hebben en hele open, eerlijke gesprekken hebben over die afspraken. Waarom? Omdat je een situatie waarin één van jullie teleurgesteld wordt door de ander wilt voorkomen. Bijvoorbeeld, stel dat jij altijd naar hem toe gaat en dat je daar eigenlijk een klein beetje beu van wordt. En dan kan je bij jezelf gaan denken, hij komt nooit eens naar mij toe. Hij zal wel niet om me geven. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Hij denkt misschien wel gewoon dat jij heel prettig vindt om naar hem toe te komen. Misschien denkt hij simpelweg zelfs dat jij liever naar hem toe gaat en dat je het eigenlijk helemaal niet fijn vindt als hij naar jou toe gaat. Niet iedereen denkt continu na hoe iets voor de andere persoon is en ook lang niet iedereen stelt vragen om erachter te komen hoe iemand over een bepaalde situatie nadenkt. Dus als jij niet duidelijk aangeeft dat je dit niet prettig vindt, zal hij er ook niks aan doen om die situatie te veranderen. En dat heeft niets te maken met de liefde die hij voor jou voelt, maar wel alles met assumpties over waarom hij iets wel of niet doet. Maak dus duidelijke afspraken om dit soort misverstanden te voorkomen. Om alle andere valkuilen, misverstanden en vervelende situaties te voorkomen in jouw latrelatie, heb ik een artikel voor je geschreven waarin ik je in totaal 15 tips geef. Met deze tips kan je jouw latrelatie net zo liefdevol laten zijn als elke andere relatie. En laat je dus niks wijsmaken over mensen die denken iets te weten over een latrelatie en daardoor hele domme dingen roepen. De link naar dat artikel vind je hieronder in de beschrijving. Vergeet ook niet te abonneren op dit kanaal. Je krijgt elke week nieuwe video's over mannen, daten en relaties waarmee je jezelf een hele hoop ellende kan besparen in jouw liefdesleven. Dan zie ik je in de volgende video en doei doei!